Gewezen president Daisy Boutersen is vandaag weer thuisgehoord door de politie. Dit in verband met de zaak rond de gestolen wapens die in zijn beheer waren. Er zijn tot vandaag 5 verdachten aangehouden in deze spraakmakende kwestie. Dit verneemt onze nieuwsdienst uit betrouwbare bron. Een zekere GA is vrijdagavond als laatste aangehouden. Donderdagavond werden AG, SB en KJ aangehouden. De politieman NJ is ook opgepakt. President Chandrika Prasad Santokhi maakte de vorige week bekend dat de internationale politieorganisatie Interpol ook meehelpt met het onderzoek in deze case. Boutersen deed op 23 juni zelf aangifte bij de militaire politie voor de ontvreemding van 46 wapens. Het Openbaar Ministerie heeft de lijst van wapens die gestolen zijn in het weekend vrijgegeven. Een speciaal team bestaande uit leden van het Openbaar Ministerie, de militaire politie, de politie en Interpol zijn bezig met het onderzoek. Boutersen is de vorige week donderdag thuisgehoord bij procesverbaal.